heb iets in mijn brievenbus. Zo leuk. Ik wil het eventjes aan jullie laten zien. Nou, zoals jullie kunnen zien of weten, ik ben vandaag jarig. Yes, it's my birthday. Ik vind het ook heel leuk hoor. Maar ik had dus een hele grote envelop hier. Van Ries. Ries is al een jaar of vijf een fan van me. Maar ondertussen ook een goede vriend. We praten wel eens met elkaar op Facebook. En hij heeft me iets gestuurd. En ik ga nu even kijken wat het is. Oh, ik ga het even kijken. Ik scheur het gewoon open. Ik zet even de camera hier neer. Wat leuk. Hij heeft voor mij cd'tjes gebrand. Nou, en het had echt niet goed voor Ries. Ries, ik geef jou een hele dikke kus. Mwah. Ik heb het album van Cher. Er zit dan geen hoesje bij, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik ga ze dadelijk meteen draaien in de auto. Het hele album van Cher. En waar is deze van? Even kijken hoor. Beyoncé, Lady Gaga, oh wat leuk. Lana Del Rey, oh, playing the video games. Oh, Lana Del Rey, nog een album. Oh, nog een album. Lana Del Rey, nog één. Wat zijn allemaal liedjes? Britney Sluitspier. Hou ik niet echt van, maar wel heel lief hoor. What your eyes want to see. How can I feel what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Dan hebben we Lady Gaga, Beyoncé. Oh, nou dit is zo lief van Ries. Ries, dat jij hier aan denkt. Zo'n festival liedjes. Nou, Ries, dat had echt niet gehoeven. Je bent een schat van een mens. Hartstikke bedankt. En ik ga genieten van de muziek. Ik ga een leuke verjaardag maken met mijn vriendin. Lekker met z'n tweetjes. Geen bezoekjes. Lekker naar de bios uit eten. Gewoon een gezellige dag met mijn schatje. Maar Ries, nogmaals, heel erg bedankt. En love you, hè. Mwah.